Met het aantreden van kabinet Rutte 3 is Nijmegen weer goed vertegenwoordigd in de Tweede Kamer. De Tweede Kamer telt de komende kabinetsperiode 5 Nijmegenaren, waarvan er eentje vrijdag zijn eerste dag als Kamerlid meemaakte. Heike Veldman. Veldman zit namens de VVD in de Kamer. En verder levert Nijmegen 2 D66'ers, Rob Jette en Maarten Groothuizen. Lise Westerveld krijgt een zetel namens GroenLinks. En ook de PVV heeft met Alexander Kops een Nijmegenaar in de gelederen. Een bank in de vorm van een vis. In Millingen hebben vrijwilligers een jaar lang hard gewerkt aan het kunstwerk. De bedoeling is dat op de bank mensen elkaar kunnen ontmoeten die in het dagelijks leven moeite hebben met sociaal contact leggen. De bank is een opvallend gezicht, niet alleen vanwege de vissenvorm, maar ook omdat de bank belegd is met mozaïektegeltjes. Ook die zijn door vrijwilligers gemaakt. Voor het mozaïek werden oude stukken servies gedoneerd, maar er was ook geld nodig. En dat werd deels door de gemeente gefinancierd en deels opgehaald via donaties. In totaal heeft het project ruim 6.500 euro gekost. Aanstaande zondag in Studio De Streek hebben we weer een aantal gasten. Zo komt Fleur Kossen langs van de Nijmeegse VVD. Zij gaat stoppen in maart en we gaan kijken wat zij in de afgelopen jaren bereikt heeft en wat ze nog wil doen in de komende maanden. Verder gaan we praten over Novio Volta. Die hebben zonnepanelen op de ARN. En ja, omwonenden kunnen daar aandelen in nemen. En we gaan kijken hoe dat loopt. Verkoopt dat nou een beetje? Gaat die verkoop een beetje? We horen het zondag. En verder hebben we de directeur van het In Science Film Festival te gast. Dat is begin november. En we gaan kijken wat er allemaal op het programma staat. Aanstaande zondag tussen 12 en 2 in Studio De Streek.